Jesse, Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 video. Vandaag is er natuurlijk weer een nieuwe auto toegevoegd aan GTA 5 online. En die auto gaan we vandaag kopen, die auto gaan we vandaag tunen. En we gaan natuurlijk ook kijken of deze auto je geld waard is, de ja of de nee. Want op het moment dat je je internet opent en je gaat naar de enige echte, de one and only Legendary Motorsport, oftewel de website waar de mooiste Legendary auto's op staan. Dan staat hier meteen op de eerste plek de Benefactor Krieger voor, let goed op, 2,8 afgerond, $2,9 miljoen. Oftewel, dit is op dit moment de duurste supercar in heel GTA Online die je kan kopen. En ik hoop dat je geld waard is. Ik ben zo ontzettend benieuwd. De auto is geïnspireerd op de Mercedes AMG Project One. En hij ziet er heel, heel erg gaaf uit op dit plaatje. En hij ziet er natuurlijk nog gaver uit. Let goed op, hier naast me. Kijk eens aan, daar staat hij hoor. Ik heb hem mooi ingeparkeerd op het bergje. Handrem erop gezet natuurlijk, want anders rolt hij zo naar beneden. En we gaan eens even kijken of we hem mooi kan tunen. De zon gaat langzaam maar zeker onder. Maar wij maken onze weg eventjes naar de pimpzaak. Dus vind je het nog leuk? Ram natuurlijk zo'n keihard op lijn op, zou ik heel, heel erg gaaf vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support op deze pimpvideo. En op alle andere video's, dank jullie wel daarvoor. En wow, die uitlaten zitten daar boven, joh. Dit is wel echt een gaaf auto. Kijk waar die uitlaten zitten, joh. Dat is al heel erg gaaf. Ze zitten letterlijk gewoon meteen bij de motor. Ze zitten niet achter in je achterbumper of wat dan ook. Maar ze zitten gewoon zo goed als in het dak eigenlijk. Zo kan je het wel zeggen. De spoiler is wel een klein beetje raar, moet ik eerlijk toegeven. Heel erg futuristisch. En eigenlijk, ja, is het een spoiler? Kan je het een spoiler noemen? Het zijn eigenlijk een soort van side-fans. Ja, ik vind het wel mooi. Maar ik heb liever eigenlijk gewoon een spoiler die helemaal doorloopt. Gewoon, ja. Ja, dat, ik vind dat net wat mooier. Het is wel heel erg gaaf dit. Maar ik zou het zelf niet persoonlijk op mijn auto willen. Maar ik hoop natuurlijk wel dat we hem goed kunnen tunen. Ik hoop dat we hem goed kunnen aanpassen. En dat we hem echt naar onze eigen smaak kunnen aanpassen. Want dat is altijd de vraag natuurlijk. Kan je een auto echt tunen dat hij op een auto lijkt die je zelf zou willen? Of kan je een auto net niet goed genoeg tunen? En dat neem ik altijd mee in de vraag of het je geld waard is. Maar die uitlaten zitten wel op een gaaf plekje. Hoe vet is het als je uitlaten op het dak en uitlaten achter, bij de achterbumper kan neergooien? Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Ik heb wel een klein beetje wat kleurtjes in mijn hoofd zitten dat ik hem wil gaan maken. Die gele kleur gaan we waarschijnlijk helemaal weggooien zometeen. Maar de Benefactor Krieger, zoals die heet. Hij is zo ontzettend duur, deze auto. Dat is echt niet normaal. Op het moment zijn ook de brakes in de aanbieding zo te zien. En is de engine in de aanbieding. Dus mocht je nog een auto willen tunen met die twee componenten, dan is dit je kans natuurlijk. En dan gaan we de uitlaat eens eventjes kijken. En hij zit voor nu, zoals je kan zien, op het dak. Dan gaat hij nu naar beneden onder het kenteken met drie pupen daar. We hebben nog twee grote pupen, we hebben nog dual pupen, we hebben nog dual titanium pupen en we hebben nog quad pupen. Ja, ik laat ze in het dak denk ik. Er zit een haar in mijn mond. Dankjewel Stels. Ik laat ze denk ik op het dak. Want dat hebben we gewoon nog niet eerder gezien en ik vind het eigenlijk heel erg clean daar zitten. Het is wel zo dat als je de uitlaat onder het kenteken hangt, zoals ik nu dus heb gedaan, dat zeg maar het dak, dat de carbon fiber gedeelte, dat dat ook mee verandert. Het is alle twee wel clean. Maar ik ga ze standaard laten. Ik vind het gewoon echt heel erg gaaf dat ze daar zitten. Ik ga ze standaard laten. De motorkap. We kunnen een carbon, een motorkapje, een stripped motorkapje. Is een klein beetje te clean. Een stripped carbon motorkap of een... Oeh, het is natuurlijk wel een auto waar al heel veel carbon op zit. Als je kijkt naar die voorbumper is het allemaal carbon. Als je kijkt naar de sideskirts is het allemaal carbon. Als je kijkt naar de, ja, spoiler, is het allemaal carbon. Er zit al heel veel carbon in deze auto. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi om ook op deze manier de motorkap een klein beetje carbon te maken, maar niet helemaal. En het is een supercar, dus ja, een supercar heeft eigenlijk wel carbon nodig natuurlijk. De hoorn doen we natuurlijk zoals altijd de truckhoorn. Dan worden we tenminste gehoord door de mensen die op straat rijden. Lampjes kunnen we neonlichten erop gooien. En we zouden nog een neon kit eronder kunnen doen. Maar ja, ik zelf vind het altijd een beetje overkill als ik eerlijk ben. Respray doen we helemaal als laatste. De sideskirts kunnen we nog aanpassen naar de
primary sidecut, oftewel dan halen we carbon weg. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat carbon wel mooi. Dus ik ga het gewoon ook standaard laten. Tot nu toe niet heel veel dat je eraan kan aanpassen, moet ik eerlijk toegeven. Oké, we kunnen de fins kunnen we weghalen. Nou ja, dan hebben we dus helemaal niks. En dan, ja, kijk. Dit vind ik mooier. Dit vind ik eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Ik vind dit mooier. Het is wel cool die fins aan de zijkant, maar een echte spoiler, dat is toch wel... Oké, dit is wel een beetje too much. Dit wordt wel een beetje too much. Oei, dit is een joekel van de spoiler, joh. Oeh, maar deze is nog wel clean. Die zit aan de achterkant gemonteerd. Het heeft wel iets... En oh, dit is ook wel overkill. Oh, maar hij is wel vet hoor, deze spoiler. Oh. Ik zit te twijfelen tussen deze spoiler... Of deze spoiler. Nee, maar deze is iets... Nee. Ik ga... Nee. We gaan voor deze. Ja, ik moet het doen. Het spijt me. Ik moet het doen. Dit is echt... Nou ja, maakt niet uit. We doen het gewoon. Oei. De transmission kunnen we natuurlijk ook nog upgraden. Is ook in de aanbieding. De turbo is ook in de aanbieding. Kijk eens aan. Besparen we weer wat geld natuurlijk. De velgen ga ik wel aanpassen. De standaard velgen vind ik redelijk mooi. Maar wat ik eigenlijk zoek in de velg... Is een velg die niet naar binnen zit. Want je ziet dat deze velgen, deze spaken... Ietsje naar binnen zitten. Maar ik zoek een velg die echt recht loopt gewoon. Heel groot, maar recht. En deze zit al iets meer naar buiten. Kijk. Zoiets, ja. Alleen dan dichter. Oeh, dit is ook wel mooi. Carbon is ook wel mooi hoor, eerlijk. Deze carbon, oh. Ik laat de bandjes nog heel even zitten voor wat het is. Ik wil namelijk eerst de kleur gaan aanpassen. En de kleur die ik in mijn hoofd heb is zilver... Met natuurlijk alles wat carbon is. Ik vind hem zo eigenlijk al heel erg mooi. Ik weet niet, want we kunnen volgens mij de secondary color ook nog veranderen. Maar ik weet niet precies wat dat verandert. Want volgens mij heb ik nergens een secondary color erop zitten. Je ziet ook dat er niks verandert. Dus de secondary color, ja, ik kan hem wel aanpassen. Maar ja, het past niks aan. Dus daar heb ik ook niks aan. Trim color, oftewel het interieur, kunnen we ook nog van kleurtje veranderen. En eigenlijk moeten we dan een beetje meegaan natuurlijk naar ook de zilver kleur. Dan hebben we dat zilver een beetje mee. Wel een beetje wat lichter zilver. Even kijken, het verandert het stuur en om de radio heen. Iets, ja, dit is wel redelijk licht. Ik ga daarvoor. Er zitten nog wel gele stitches in, zoals je kan zien. De stoelen die zijn ook nog geel op dit moment. Dat denk ik dat ik niet kan aanpassen, helaas. Dus helaas zitten we daar met die gele stitches. Maar het ziet er nog wel mooi uit, maar ik weet niet of ik die nog kan aanpassen. Kunnen we die nog aanpassen ergens? Ik denk het niet namelijk. Dat is jammer. En de livery. Zo, kan gewoon de Duitse strepen erop gooien, joh. We kunnen hem ook echt als een pimpwagen maken, mochten we dat willen. En we kunnen natuurlijk reclame erop gooien bij de liveries. En dit is ook wel mooi hoor. Alleen dan zou ik wel die carbon fiber aan de zijkanten weghalen. Liveries vallen wel mee. Ik ga hem clean houden. Ik ga hem op deze manier halen. Dan moeten we alleen nog de wieltjes aanpassen. En ik denk, ja, ik ga denk toch echt voor de carbon wielen. Want eerlijk is eerlijk. Oh, ik vind dat wel clean hoor. Oh. Ik vind het clean, omdat eigenlijk... Ja, dan ga ik toch weer naar velgen die iets naar binnen staan gedraaid. Ja, ik ga voor deze. Ik vind het clean, omdat we ook al de sideskirt, de voorbumper, de achterbumper ook allemaal carbon hebben. Dus ja, dan de wielen carbon maken, dat is wel heel erg gaaf. Het is uiteindelijk alsnog gelukt om de stitches in de auto, op de stoel, op het dashboard, in de deuren te veranderen naar zilver. Oftewel, nu is de auto gewoon helemaal compleet. Alles klopt, alles is... Naar mijn mening heel erg mooi. Dus we gaan de pimpzaak verlaten. En we gaan eens even kijken hoe deze auto zich gedraagt op de weg. Is die fijn om in te rijden? Of is die niet fijn om in te rijden? Hij trekt in ieder geval snel op. Dat is wel één voordeel. Oei. Hij plakt zich al redelijk aan de weg vast. Hoe maakt hij een bocht? Scherm bocht. Sorry meneer, ik moet nog heel veel wennen aan de auto. Het is altijd aan het begin een klein beetje experimenteren, teren hoe de auto zichzelf hanteert. Dus ik ben een klein beetje heen en weer aan het sturen. Ook een beetje risico nemen, maar hij stuurt wel scherp en hij houdt zich ook heel erg strak. De achterkant slipt niet weg.
Volgens mij is het ook een auto die alle vier de wielen aandrijft, of niet? Nou, hier zie je alleen achterwiel, maar volgens mij zit er ook kracht van de motor op de voorwielen. Dus vandaar ook dat hij niet heel erg snel zal wegslippen. Wacht, laten we het heel snel controleren. Ik ben wel benieuwd eigenlijk of het een achterwiel aangedreven auto is of vierwielen aangedreven auto is. En wat ik zei klopte, want deze auto wordt op alle vier de wielen aangedreven. En dat is ook de reden waarom die op het moment dat je een bochtje maakt en ook daadwerkelijk in de bocht weer gas gaat geven, niet met de achterkant wegslipt. Hij blijft steady, hij blijft recht en hij rijdt echt heel, heel erg lekker. Oei, oei, sorry. Ja, oké, dan moet je daar niet gaan rijden, hè. Jongen, 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 ik ben een auto aan het uittesten. Nou, hij rijdt echt heel, heel erg fijn. Hij springt ook niet helemaal de lucht in, wat als je gewoon een randje hier pakt. Dit is echt een hele fijne auto. Dit is echt een hele fijne auto. Het is ook wel, dat moet ik eerlijk toegeven, de duurste auto op dit moment in de game. Het is de duurste auto die ooit is uitgekomen. Maar hij rijdt fantastisch. Het enige nadeel dat eraan zit, is dat je hem niet heel erg veel kan tunen. Je kan de uitlaat wel veranderen. Maar je kan niet de voorbumper aanpassen. Je kan niet de achterbumper aanpassen. Je kan niet de spiegels aanpassen. Dus je kan heel veel aspecten aan de auto niet aanpassen. En ik ben ook benieuwd. Ik ga gewoon even in het midden hier stilstaan. Wat er allemaal open kan. Dus laten we heel eventjes kijken of misschien de motorkap en de bagagebak open kan. De ja of de nee. Eens even kijken. Kunnen ze dicht doen. Maar wat gaat er open? Alleen de deurtjes gaan open. Dat is wel jammer. Dan kan je dus ook niet de motor zien zitten. Want ja, de motor is helemaal bedekt hier. Dus ja, dat is wel ook een minpuntje. Maar ja, weet je, al bij al, hij rijdt zo ontzettend fijn. Dus wat ik ga doen is, ga even een waypoint zetten bij het vliegveld. En dan gaan we nog even een klein drag race doen tegen een andere supercar. Ik ben benieuwd namelijk hoe snel deze auto optrekt. Want ja, hij rijdt heel erg fijn. Hij stuurt heel erg fijn. Hij gedraagt zich heel erg fijn, om het maar even zo te noemen. Maar... laten we eerst even de auto gaan repareren. En dan gaan we naar het vliegveld toe. Op dit moment sta ik in de hangar. En Moreno, hallo. 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 Die staat op het vliegveld op mij te wachten. Maar hij heeft de auto nog niet gezien. Dus ik kom naar je toe rijden. En dan moet je letterlijk gewoon... Het eerste wat in je opkomt, mooi, lelijk of wat dan ook, moet je zeggen, ja? Oké. Alright. Dan kom ik! Kiekeboe! Hij is precies hetzelfde gepimpt als die Senna-auto die ik in mijn garage heb staan. Ja, ik vind dat mooi, man, dat zilver altijd. Ja. Oh, ik heb het dan met Nardo Grey, heb ik het. Oh, ja, dat kan ook wel, ja. Ik doe meestal dat metallic zilver erop, dat heb ik bij deze nu gedaan. Mm. Maar, qua hoe die eruit ziet, gewoon zonder de kleur? Ja, ik weet niet of ik het waard vind om, al zou ik niet het geld hebben om hem te kopen, maar? Ja, ik zou hem wel kopen, denk ik. Ja, ja, ik vind hem zelf wel echt mooi. Ik heb wel de spoiler een beetje overkill gedaan, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ik ben benieuwd hoe snel die is. Ik zit in de Krieger van 2,8 miljoen. En jij, Moreno, zit helemaal hier beneden. In de snelste supercar, zei je net al. Ja. Van 1,8 miljoen. Dus ik ben wel benieuwd, hoor. Ik ben wel benieuwd. Wie gaat dit winnen? Netjes even met je voorwieletje. Staat al goed op het lampje zo. Oei, oei, oei. We doen gewoon echt vol vermogen, ja? Oké. Okay. Die auto van jou, die moet het winnen, hoor. Als de Krieger het van jou wint, dan hebben we gewoon een nieuwe snelle auto. Nou, ik denk dat... Ik weet niet hoe die auto rijdt, maar deze auto heeft al trek die op wel redelijk wat wielspin dus. Ja, de auto waar ik nu in zit, die Krieger, hij handelt zichzelf echt eigenlijk perfect in de bochten. Ja, het optrekken, we gaan het zien. Ik ga een granaat gooien, als die ontploft dan kan je gas geven, ja? Ja. Alright, komt ie. Ik heb hem gegooid, let op. Zo! Hey! Uh-oh. Zo, hij trok echt snel weg, hoor. Wow, yo, geen enkele wielspin, hè. Ah ja, ik hou je voor. Ik hou je voor. Je loopt wel een klein beetje in, hè. Ja. Zie je het? Je loopt een klein beetje in. Dus je topsnelheid ligt net... Oh, rem. Je topsnelheid ligt net iets hoger. Maar wow, yo, die is snel weg. Ik kan ook nog straks wel even de Emirus pakken.
Ja, dat mag. Dan moet ik die zeker even opblazen waar je nu in zit. Als je wil. Ja, oké. Wacht, dan ga je een andere bellen. Oi, 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 oi. Maar waar jij in zat, is de snelste supercar. Ja. Nou, ja. Althans, niet de, dan wel met een motor, niet elektrisch. Op, de, zeg maar. Op, de rechts, op een rechtstuk was hij de snelste. Oi, 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 oi. Ja, maar dan is het wel je geld waard, hoor. Want hij trekt hem er best wel hard uit. Oi, 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 oi. Als je even instapt, dan rijd ik wel even naar de weg toe. Dan kunnen we hem ophalen. Wacht, ik wil echt weten, gaat hij weer zo snel weg? Er is een heel klein beetje wielspin, zag je het? Ja. Daarna rijdt hij gewoon volle vaart vooruit, joh. Oi, 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 oi. Ik vind het serieus als je zo bekijkt, want hij handelt zichzelf ook echt perfect op de weg. Hij trekt heel erg snel weg. Ja. Hij heeft een hoge topsnelheid en dan is hij wel eigenlijk je geld waard als je er echt mee gaat racen, hoor. Ja. Oi, 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 deze auto is snel. Welke auto ga je nu bellen? De Emerus, maar... De Emerus. Hij doet een ga ik heel even kijken hoe duur die is. Even kijken, soort bij prijs. De Emerus, dat is dus de twee na duurste auto die er is van 2,7 miljoen. Ja, dan moeten ze qua prijs wel met elkaar competen. Maar ik denk echt dat die Krieger iedereen eruit gaat trekken, hoor. Ja, maar op bochten... Met de Emerus kan je wel vol gas bochten nemen. Ja, dat is waar. Met deze Krieger kan het wel. Maar je moet nog wel een klein beetje ermee oppassen. Dus... Qua voorkant lijken deze twee wel heel erg op elkaar trouwens. Ja. Wil je een kusje geven? Mwah. Oh, wow. Ja, de koplampjes zijn ook een beetje hetzelfde. Ja. Allebei zo'n stripper in. Heeft hij met zijn moneyvel genoeg. Kan allemaal, het is een supercar, dan mag het. Oh. Ja, deze nee, ik ben wel zo benieuwd. Wielspin. Ja, ja, dan trek ik je er sowieso uit als je wielspin hebt. Alright, ik ga de granaat gooien, ja? Ja. Gegooid. Ja, deze heeft heel veel. Bro. Ja joh, maar ik volgens mij loop ik nog een klein beetje uit bij je ook. Kom, we maken hem gewoon af met de bocht, ja? Okay. Kom, kom, we gaan zo meteen hier naar links bij die paaltjes. Je durft te weten dat ik volledig uit de bocht schiet, maar... Ja, maar als het goed is, jij, die auto waar je in zit, kan het als het goed is wel gewoon in één keer. Hier weer naar links. Ja, ik kan hem ook vol gas. Ik kan deze bocht ook vol gas. Ja, je loopt echt ziek hard om me uit. Is serieus? Ja. Oh, dan is deze auto echt... Moet je kijken, misschien bro. Wel een van de beste, als ik heel eerlijk mag zeggen. Ik denk dat je met de Vest dat je daar... Dat ik daar meer kans bij had. Ja. Hij slipte daar wel een klein beetje weg, moet ik zeggen, in dat bochie. En jij niet, hè? Nee. Nee. Hij kan wegslippen, de Krieger. Maar hij doet het niet snel. Dus als je gewoon een klein beetje erop let... Dan moet je eigenlijk bijna elke auto aankunnen. Behalve natuurlijk de elektrische auto's, want die trekken hoe dan ook sneller weg. Maar ja, daar heb je een elektrische auto voor natuurlijk. Maar oei, 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 oei. Ik moet je eerlijk zeggen... Ik vind hem er mooi uitzien. Je kan hem niet heel erg goed pimpen. Dat is wel een nadeel. Maar de performance is echt briljant. Hij rijdt echt, echt heel erg lekker. Je moet natuurlijk zelf bepalen of het je 3 miljoen met pimpen. Laten we zeggen 3,3 miljoen ongeveer waard is. Want als je turbo's en alles erop wil zetten en je wil een motor tunen, dan ben je al 2.000 of zo kwijt. En dan wil je natuurlijk ook nog een andere spoiler erop en... andere wieletjes erop. Al ga jij nu in deze auto rijden. Het kan ook zijn dat jij gewoon een hele goede start elke keer hebt gehad. Ja, dat kan ook, ja, maar... We gaan het dan even zien, kom maar. Ik moet eigenlijk even die wielspin hier weghalen, man. Bro, ik heb geen wielspin nu. Ik heb geen wielspin nu! Oh! Oh? Oh, bro, 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 bro! Ik trok hem ietsje langzamer weg nu, deze Emerus. Ik loop bij je weg. Nou, wacht, pak de bocht, ja. Dat hele kleine weggetje. Oh, dit gaat sowieso fout met z'n tweeën, maar dat maakt niet uit. Ik pak gewoon de zand een beetje mee. Ik loop volgens mij een heel klein beetje bij je weg, ja. Of niet? Dan is de topsnelheid misschien 2 kilometer per uur sneller of zo, ja, maar... Volgens mij kan je dat zien op de site. Oh, echt? Kan je daar alles gewoon checken? Volgens mij kan je daar de topspeed bekijken. Oh, wauw. Dat scheelt niet veel. Echt door mijn kakstart. Nee, maar ik... In plaats van dat ik nu vol gas deed... Deed ik zeg maar mijn gas echt 30% indrukken. Dan langzaam weg en dan vol gas. Kijk, dan heeft hij geen wielspin. Zie je hem? Mm-hmm.
Dus dan kan hij nog wel competen. Maar ja, dan moet je zo erg nadenken in je hoofd van weinig gas geven, vol gas geven. Dan moet je dat doen. Dus ja, als je gewoon wil gassen en je wil wegrijden zonder er eigenlijk ergens over moeten nadenken. Dan is de Krieger echt wel een beestauto. Maar ja, het is wel 3 miljoen. Zonder te pimpen. Met pimpen, 3,3, 3,4 miljoen. Je moet zelf bepalen of je hem gaat halen. Ik wil hem eigenlijk wel in mijn garage hebben staan. Maar ja, ik heb helaas niet heel veel geld op GTA. Moeten we even wat meer races winnen. Dan kan ik hem op mijn eigen account ook kopen. Maar dat moet wel vast zeker goed komen. Dus Moreno, thanks even voor het meedoen. Geen probleem. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Als je hebt genoten, ram dat natuurlijk subscribe op lijn. Of vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye.